Drücken Sie einmal für Deutsch. Nederlands. U bevindt zich bij de trappaal bij de Staringkoepel. De familie Staring. Het geslacht Staring is een begrip in de hele Achterhoek. Zeker drie generaties zijn belangrijk geweest voor de ontwikkeling van dit gebied. Constantia Staring, dochter van de befaamde dichter Antonie Staring, liet omstreeks 1850 de Staringkoepel bouwen. Constantia verwierf een stuk grond waarop een herenhuis stond, maar dat vond ze maar niets. Ze liet het herenhuis afbreken en van de resten een theekoepel bouwen. Ze koos daarvoor een mooie plaats, een wat hoger gelegen stuk land aan de rivier de Berkel. Een mooi uitkijkpunt. De Staringkoepel is op authentieke wijze ingericht. U leest er informatie over de geschiedenis en de omgeving van de koepel. Op de muur is een van de romantische gedichten van haar vader, Antonie Staring, te vinden. Een kunstwerk in de vorm van een rozet aan het plafond is de verbeelding van dit gedicht. Na Constantia's dood in 1893 werd de theekoepel nog een tijd lang gebruikt, maar raakte daarna langzaam in verval. In 2004 is de theekoepel in oude glorie hersteld en vrij te bezoeken.